Vrijdag 28 oktober 2011 is de vernieuwde kantine van Reuzelsport officieel geopend. Na het welkomstwoord van Reuzelsport-voorzitter Will Hermans verricht Stiebecht-voorzitter Wim Weilaars de openingshandeling door een fraaie plaquette te onthullen. U ziet hiervan de beelden. Onze kantine. Ik heb gezegd welkom, bijzonder welkom aan de heer Weilaars, Wim Weilaars, voorzitter van Stiebecht, die straks een officieel gedeelte van zijn rekening neemt. En dat is de vlag hier verwijderen en een prachtig bord tevoorschijn. De mate waarin mensen samen werken en sporten, dat is de mate waarin ze dat samen kunnen doen. Dat is tekenend voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaken en voor de kwaliteit van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. En ik mag alleen maar hopen dat de komende generaties in staat zijn datzelfde in stand te houden en datzelfde van de grond te brengen. En daarmee wij een voorbeeld geven voor de jeugd, voor de jongere generaties die na ons geacht worden. Ja, ik heb eerst. Ik ben te belangrijk. Ja, gewoon.